Dit is een oldschool of niet? Gewoon al die muziek. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal DaVinci Games. En de vorige keer had ik een heel speciaal spel gespeeld, namelijk Theme Park uit 1994. Maar ik heb wat research gedaan en wat blijkt dus, is dat dat niet de eerste simulatie of achtbaan simulatie game was die er ooit is gemaakt. Nee, er is nog een game daarvoor. 1 jaar daarvoor, genaamd Coaster. Uitgegeven door Walt Disney Computer Software Inc. Dat is wel awesome. Dus dat betekent dat het allereerste achtbaanspelletje komt uit 1993. En uitgegeven is door Walt Disney Computer Software en is ontwikkeld door Code2Go. Leuk om te weten. We gaan in ieder geval dit spel spelen. En geloof me, grafisch is het niet beter dan Theme Park. Maar het is wel even nostalgie. Namelijk het allereerste pretparkspel ooit in de geschiedenis. Dit is het menu. En we zien eigenlijk een computer met een schermpje en, ik weet niet, Ride Coaster. Ik zie hier op de achtergrond een achtbaan en hier ook een Mickey Mouse staan, gezellig. Design coaster met dat soort van USB-stickje achter, kan ik dus iets designen. We hebben hier een beker, daar kan ik op klikken, maar er gebeurt niks. En hier kunnen we het spel afsluiten, Exit to DOS. Dit wordt namelijk gespeeld in DOS. Maar we gaan nu Ride Coaster. Ik ga er gewoon op klikken op die achtbaan en we gaan zien wat er gaat gebeuren. Oh! Dit is een oldschool, niet? Gewoon al die muziek. Oh, oké, het stopt ook gewoon random. Ja, dit spel speel ik via een DOSBox emulator. Je kan dit niet eigenlijk op je Windows 10 machine spelen. Je moet dus een programma hebben om dit te kunnen spelen. Als je dit wil spelen, zou ik wel even een tutorial volgen. Want het is niet heel erg makkelijk, zeg maar. Maar goed, ik krijg hem aan de praat en we gaan eens even kijken wat we kunnen doen. We hebben options. Oké, ik denk dat we gewoon een ride kunnen doen. En hier zien we een aantal achtbanen. Zullen we gewoon eentje proberen? We beginnen gewoon met Classic. Ik weet niet wat het is. Open. Nou, wat gaat er gebeuren? Het voelt nu al een beetje als No Limits aan. Oh god, wat is dit nou weer? Het lijkt net of ik in een of andere vliegtuig zit. Oh, wat? Oké, ik klik op het knopje naar voren. Er is ook helemaal geen geluid. En misschien dadelijk wel. Dit is het. Dames en heren, dit is het gewoon. Dit is het spel Coaster. Geen kettinglift. Het gaat gewoon omhoog op eigen kracht. En we gaan eens kijken. Je ziet ook een tijd eronder. En ik zie ook gewoon een snelheid. Het lijkt nou of je met je auto gewoon over die baan scheurt. Wow! Ja, we horen geen sound effects. Misschien was dat toen nog niet voor die tijd. Ik hoor geen muziekje, vind ik wel jammer. Hier moeten we het mee doen, denk ik. Maar zo is dus eigenlijk, zo ziet het allereerste achtbaanspelletje eruit. En ik vind het best wel heel tof om dit zo op mijn kanaal te spelen. Omdat het gewoon, het is nostalgie. Het is eigenlijk gewoon, ja, heerlijk om dit gewoon, het voelt wel bijzonder eigenlijk om dit te spelen. En ik denk voor jullie dat het ook heel bijzonder is om te zien, daadwerkelijk. Want ik was zelf verbaasd van, oh mijn god, er bestaat gewoon nog een ander spel voor Theme Park. Nou, dit was het. Dance Destroyer. Ik weet niet of dit Hall of Fame. Het lijkt nou of we dit op tijd moesten doen. Net als Scream Ride. Ik weet niet of jullie die game kennen. Maar dan moet je in ieder geval... je hebt wel een muziekje. Twist on a Classic. Ik weet niet hoe ik zeg maar een eigen achtbaan kan bouwen. Maar ik denk dat dat heel erg moeilijk gaat worden. Ik zal eens even een bestand gaan openen. Namelijk de Demon. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Demon Coaster. Open. Ik kan ook helemaal niet bewegen in het spel. Ik zit een beetje te... proberen. Oh, ik kan hem wel remmen met brakes. Zie je dat? Ik weet niet op welke knop ik net drukte, maar ik druk nu naar voren. Er gebeurt helemaal niks. Oh, wacht even. De B is voor brake. De A is voor trust. Ik weet niet precies wat het is allemaal, maar dat hele karretje speest hem nu. En ik denk dat dit namelijk op snelheid gaat, denk ik hoor. Ik snap het nu een beetje. Rechte muisknop is trust. Dat wordt vertrouwen. Dus met de rechte muisknop kan ik nu zeg maar een soort van de achtbaan laten rijden. En met de linker muisknop kan ik dus zeg maar afremmen. Maar in principe wil ik helemaal niet afremmen. Want hij moet gewoon keihard door de bocht heen scheuren. Wow. Oké, het lekt nu echt ontzettend hard. En misschien is dat niet helemaal de bedoeling. Ik denk dat het gewoon op een bepaalde manier moeten doen. Op een bepaalde snelheid. Het gaat ook een beetje schokkerig. Oh god. Wow. Ja, omhoog, omhoog. Kom op, kom op. Je kan hem halen, je kan hem halen. Ja, ja, bijna, 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 bijna. En ik snap niet waarom mensen dit zo leuk vonden. Maar ik denk dat het gewoon voor 5 minuutjes gewoon heel leuk was. En dat je dan over 2 maanden het spel weer opstart. En dan denkt van, jee, we gaan weer in de achtbaan. Sowieso heel gaaf dat dit al gemaakt is door Disney. Toch? Ik vind dat wel. Ik vind dat gewoon heel gaaf. Dus daarom vind ik ook wel eigenlijk
dat Disney in de toekomst moet zeggen van... Nou, we gaan eens even echt een heel goed pretpark simulatiespel maken. Helemaal gebaseerd op Disney. Met allemaal een beetje... Niet het geflopte Efteling Tycoon. Ja, niet zoiets als Efteling Tycoon dus, maar gewoon echt iets van Disney. Echt iets schattigs, iets bijzonders, zeg maar. Ik wil even kijken, want ik wil even terug naar het menu, het eerste menu. Oh, leuk liedje. Design Coaster. Ik ben erg benieuwd hoe dat in elkaar zit. Oh mijn god. Dit is wel heel apart. Kan ik een beetje ernaartoe? Een plusje? Ga ik dan een beetje inzoomen? Oh, het lijkt wel heel erg. Maar dit ziet er ook heel vreemd uit. Want dit is dan de achtbaan. En ik probeer wel een beetje te klikken, maar op een of andere manier wil het niet helemaal werken. Track Selector. Oh, wacht, ik ga hem nu vanaf hier bouwen. Het lekt ook een beetje. Het werkt helemaal niet soepel en ik weet niet hoe dat kan. Misschien is het gewoon heel oud of werkt de emulator gewoon niet goed genoeg. Maar zo ziet de design eruit. Ik kan er voor de rest ook vrij weinig aan doen. Ik moet klikken en dan schuift hij hem een kleine centimeter opzij. Maar dit is natuurlijk al heel apart. Ik vind het heel knap dat je op deze manier gewoon eigenlijk... Ja, dit is eigenlijk een level designer, lijkt het net, hè? Dat je gewoon een achtbaan designt, maar dan... Het lijkt een beetje op een level. Ik denk dat we maar gaan afsluiten. Ik vind het wel goed genoeg en we hebben de game gezien. Ik ben er trots op dat ik hem even heb gespeeld. En laat maar even een dik duimpje achter voor deze oude game uit 1993. En tot de volgende keer. En wie weet ga ik nog vaker van zulke oude games laten zien aan jullie. Doei!